Vertel. Welkom weer, dames en heren. Vito. En Art. We gaan vandaag weer een livestream doen. We hebben even onze stokjes aan, want de cv is uitgevallen. Onze vloerverwarming die doet het niet op de matten. Dus daarom hebben we de sokken in ieder geval aan vandaag. Maar we gaan vooral lekker beginnen, jongens. En we gaan rustig opwarmen. We doen 5 oefeningetjes. En dan doen we die 45 seconden met 15 seconden rust. En dan gaan we even combinaties doen, oefeningen tussendoor. We gaan gewoon lekkere workouts van maken. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn, wij wel. Absoluut. We gaan beginnen. Rustig met jumping jacks. Arme benen gelijk naar buiten en weer terug. 1, 2. Goed zo, de tijd loopt, jongens. Blijf lekker ademen. Neus in, mond uit. Goed zo. Blijf ademen. Hakken van de grond af. Niet te snel, niet te langzaam. Gewoon lekker rustig tempootje. Dat is echt een volle teken. Ja, dat heeft een uur geduurd. Je hebt een minuut tegen de kamer. Niet te doen, man. Goed zo. 10 seconden nog. Dan maak ze iets breder, een beetje sumo squats. Goed voor de billen ook. Voeten iets breder, tenen wijzen een beetje naar buiten. Recht terug, binnen van de zakken. En weer omhoog komen. That's it, meer hoef je niet te doen. Let er dan wel een beetje naar voren toe draaien, dat die billen zakken. De tijd loopt, doe maar. Sumo squats. Ik stijf in mijn nek gisteren. Een beetje. Schouder, nek. Ja, je legt spieren nog anders, je geen strak. Keurig, blijf rustig aan, de neus in naar beneden, blaasje op omhoog. 15 seconden nog maar. Laatste 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gaan we zo meteen een rondje schaduwboksen. Met het linkerbeen voor, handen hoog, elleboog gesloten, lange stoten, hoeken, opstoten, lekker in beweging zijn. Yes? Is links weer rechts hoog, rechts weer links hoog, elleboog sluiten. Doe maar, we zijn begonnen. 45 seconden, vrij schaduwboksen. Alleen maar stoten, blijf lekker in beweging, instappen. Uitstappen, draai even weg. En weer goed kijken. Goed, op de helft gaan we wisselen van been. Rechterbeen voor, linkerbeen achter. Toe, gaan we door. Nou, lekker voor, blijf lekker bewegen. De bal van de voeten. En rust, goed. Gooi je armen voor. Doe grote cirkels maken, grote rondjes. En de armen naar achteren. En dan gaan we planken op de ellebogen. 3, 2, 1. Tijd. Loopt. Niet te hoog, niet te laag. Blijf helemaal stil staan. Goed je core aanspannen. Neus in, mond uit. En 30 seconden. Laatste 15 seconden. Span alles goed aan. Blijf ademen. Last van de rug, ga iets hoger. Nog steeds last, pak op de knieën. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kom maar weer staan. Draai nu even de armen naar achteren. En tot slot even 45 seconden vrij kickboksen. Dus behalve de stoten, komen er op de trappen, knieën bij. Halverwege draaien we om van been. Gaan we rechts voor staan, tijd loopt. Niet te explosief nog, een beetje rustig aan. Lekker opwarmen. Goed, hou op.
Goed blijven kijken, ook steeds die dekking hoog. Ellebogen sluiten, ballen van de voeten bewegen. En switch om, rechterbeen boog. Dus nu moet je je switch maken voor een rechter trap. En weer rechts voor links staan achter. En die linker schop zet je weer in één keer achter je neer. En rust, goed. Zet de knieën tegen elkaar. Draai even de knieën los. Is je lekker fris, je moet goed opwarmen. Om een straks spierzuur te krijgen. Goed. Dan draaien we de polsen er even los. Oké, druk onze slot even 20 keer op. Optel. Mag op de vuisten. Handen naar voren, handen naar buiten. Maakt niet uit. 20 keer op mijn tel. En dan gaan we lekker starten met combinaties maken. Gaan we. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En nog 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, de laatste, 1. Hartstikke goed. We staan. Lekker opgewarmd, jongens. Kijk, krijg ik mijn tel. Ga lekker bewegen. Handen zijn hoog. Ellebogen zijn gesloten. Op mijn tel, linker jab. Draai, stap in. Linker jab. Trek links terug. Naar je eigen gezicht toe. Elleboog sluiten. Weer een linker jab met een laag. Pap. Op de buik en gooi weer een rechtse cross. Boom. Hoog eroverheen. Dus krijg je 1, 1, 2. En we goed staan. Dus jab hoog. Terug. Laag. Hoog. Dat is hem. Dus je maakt 1, 1, 2. En we goed staan. Yes. Gaan we. Wel belangrijk. Goed je eerste twee knokkels in de ruit. Dus groef deze twee. Pak. Naar voren toe. Handen hoog. En 1, 1, 1, 2. En we goed staan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gaan we hoog. 10, nog 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, laatste, 1. Goed, rechterbeen voor, linkerbeen achter. Nu is de jab, is je voorste hand, dus de rechter is een jab. En je achterste is een cross. Lange stoot is wat links, dus straks contra. Hier vandaan. Dan maak je zo voor. Krijg op mijn tel. Hey, links cross. Boom, lange linker. Staat die rechter klaar voor een rechterhoek. Schouder terug naar achteren voor nog zo'n rechterhoek. Gooi die handen omhoog, uitstappen. Met je rechtervoet de knie wegsturen. Loken met links. En even goed staan. Dus we hebben cross, hoek, draai nog een hoek. Gaan links beginnen. Dus rechterbeen voor, links achter. Linker cross, boom, rechtse hoek, schouder terug, weer zo'n rechterhoek, loop ik rechts. Yes, iets onwennig, andere been voor, maar goed om te oefenen. Gaan we, handen hoog. Probeer weer lekker die souplesse te vinden, dus niet te statisch staan, maar even, dus is onwennig. Lekker losjes bewegen. Gaan we, op mijn tel. 15 keertjes en 1, cross, hoek, hoek, loop kick. En goed zo, handen hoog. 2, sta je al rechts voor, dus sta je al in die southpaw positie. Pak je nu links voor natuurlijk, hè? Maar dat snappen we denk ik wel thuis. Gaan we weer. Handen. 3, 1, 2, 3. Boom. En we goed staan. 4. Gaan we goed die handen hoog. 5. 6. 7. 8,
9. 10. Zie je wat wij steeds goed doen? Steeds lekker lichtvoetig staan. Hakken niet in de grond, hakken los. 11. 12. 13. 14. En de laatste, 15. Netjes, zo gaan we een minuutje planken. Blijf laag. Je mag ervoor kiezen lage plank op de ellebogen of plank op de handen, hoge plank. 3, 2, 1, tijd, loop. Ad pak de lage plank. Pak ik even de hoge plank. Lekker blijven ademen. Neus in, mond uit. Spanning op die buikspieren houden. Niet gaan hangen in die rug. Niet te hoog, helemaal recht. Adem voor 40 seconden. Blijf lekker ademen. Laatste 30 seconden. Goed zo, goede concentratie houden. Concentreer op je ademhaling. Laatste 15. Tien seconden, hou vol hè. 3, 2, 1. En kom weer staan. Goed, schud het even los. Neus in, mond uit. Krijgen we de volgende combinatie. Links voor, nu gaan we met linkerbeen voor. Rechterbeen naar achteren. We krijgen een linkerhoek. Draait links een heel klein stukje terug naar achteren. Die is wel belangrijk, dat je niet hier vandaan zo'n hoek erop wil gooien. Nee, kort stukje draaien. Linkerhoek, rechts staat klaar. Voor een rechts cross. Boom. Switch maken. Links afgerichte voor, maar tegelijkertijd draai je rechter schouder terug naar achteren. Gooi ik eerst een rechte hoek erop. Boom. Dan volg ik met een linker knie. Yes? Dus ja, rustig aan. Pak hem even zo. Je goed zien. Pak hem aan de zijkant. Hoek, cross. 1. Hoek, cross. Let op, nu maak je een switch. Maar je gooit tegelijkertijd, wanneer je je linkerbeen naar achter gooit, je rechter schouder terug. Boom. Zijn je klaar. Zodra je staat, zo snel mogelijk. Hoeft niet technisch perfect te zijn, maar zo snel mogelijk, boom, die hoek erop gooien. Dan haal je die handen hoog en dan heb je genoeg tijd voor om je knie. Dan heb je hier vandaan. 1, hoek, cross, switch, hoek. En dan meteen je knie. Yes? That's it. Dan vooral de snelheid erin. Let wel goed op wanneer je je rechter hoek maakt. 1, 2, switch, gooi je schouder echt naar achteren. Wanneer je hem maakt, kin op de borst, boom, schouder naar voren gooien. Dan ben je gelijk goed beschermd. Yes? Gaat het worden? We hebben hem. Handjes hoog. Gaan we. 1, hoek, cross, switch, hoek, knie. En dan omhoog. En met die knie, hak naar de billen, tenen naar de grond. Gaan we weer. 2, boom. Lekker. 3, goed zo. 4, hoek, lang, switch, hoek, knie. En wel omhoog. Na die knie. Links naar rechts, rechts weer terug. 5. 6. Mooi. 7. 8. 1. Lekker, hou vast hè. 9. Switch, hoek. Knie en handen hoog. 10. 11. 12, om op 3 te gaan, 13, 14, 15, en rust netjes, neus in, mond uit. Dus denk erom, als je die switch maakt, dan denk een keer of hey, er gaat aan die kant, gaat er wat komen. Dus hier komt de gage vrij, dan gooi je je hoek erop. En dan kun je volgen. Wij deden met de knie. Kan ook een low kick zijn of een trap. Of je maakt na die hoek nog een linker opstoot. Kan allemaal. Eigen keus. Yes? Gaan we door. Handen weer hoog. Links is weer voor. Rechts is achter. We krijgen nu. Linker jab. We gaan die eerste combinatie een beetje uitbreiden. Linker jab hoog. Boom.
Trek hem een klein stukje terug. Meteen linker jab laag. Rechtse cross eroverheen. Linker body shot. En nu, let op, ik trek hem niet terug hier naartoe. Schouder gaat niet naar achteren. Nee, na die body shot laat je hem een beetje vallen. Kom ik omhoog. Boom. Gelijk een linker opstoot. Dus je gaat eigenlijk heel snel. Dat je lang hoog met de linker jab. Kort stuk terug. Laag. Hoog. Nu komt erbij. Body shot. Opstoot. We hebben deze combinatie op het begin gedaan. De eerste combinatie. En we gaan nu een beetje uitruisen. Krijgen. Handen hoog. Linker jab. 1 hoog. Klein stukje terug. Linker jab. Laag. Rechtse cross. Je staat lekker dichtbij. Leun je been voor een body shot. En nu haal je kracht uit die opstoot door dit been te strekken. Boem, die arm omhoog te gooien. Yes? Doe deze eens even 10 keer rustig, dat we goed hebben, ja? Handen, doe hem gewoon heel langzaam aan. 1, jab, laag, cross, leven op. En een goed zo. Nog zo eentje. 2, 1, 2, 3, laag, opstoot. 3, jab, jab, cross, body shot op. 4, 1, 2, 1, 2, vat. Gaan we ietsje sneller. 5. En handen hoog. 4. 1, 2, 3, 4, 5. En helemaal goed staan. 7. Handen hoog. 8. 9. Laatste. 10. Goed, dus. Dat is een beetje een trucje, hè? Als je hem heel technisch zou willen doen, krijg je 1, terug, 2, 3, 4, terug, 5. Maar dat is wel vaak net te langzaam. Dus daar pakken we ze iets minder kracht in die stoten. Iets meer snelheid. Dus dit is een snelheidcombinatie. 1, 2, 3, 4, 5. Maar nu staat die rechter klaar. Zware rechterhoek maken. Boom. Links staat klaar voor een zware linkerhoek. Pat. Hier vandaan een hoofdje pakken. Rechte knie. Dat gaat ervoor. Het is best wel een lange combinatie. Maar we gaan eerst even heel rustig doen. Handen op, doe mee. Ik pak hem zo. Gaat hij aan. Hey, linker jab hoog. Linker jab laag. Rechts eroverheen. Body shot. Opstoot nu. Hoek, hoek. Knie. Nog zo eentje. Ja. Eén hoog. Laag, hoog. Body shot. Op. Hoek, hoek. Knie. Hebben we hem? Ja toch? Deze doen we 10 keertjes. Nu iets meer op tempo, jongens. Gaan we. Vind je het moeilijk? Doe gewoon langzaam mee en zwaarder. Mis je er eentje, maakt het niet uit. Oké? Gaan we. En 1. Pap, pap. 3. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lekker. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan die achtste knie. 4. Hoek, hoek, knie. 5. 6. 7. 8. Lekker hoor. 9. 7 en knie. En laatste. 10. En planken 1 minuutje. Had je net hoge plank, doe je nu laag. Had je net laag, doe je nu hoog. In 3, 2, 1. Tijd loopt weer. Dat zijn lange combinaties. Vaak begin een beetje onwennig, moeilijk te onthouden. Maar als je hem langzaam opbouwt, is je meestal wat te doen. En je verrast er wel iemand mee. Dus dat is ons 8 serietje. 30 seconden nog. Laatste 20. Hou vol. Krijg je last van de rug? Gooi je kont omhoog. Nog steeds last op de knieën. Die seconde. En rust. Goed bezig, dames en heren. Pak even zo'n klein slokje drinken.
Gaan we zo verder over een minuutje. Dat is goed. Lekker man. Een chakkoord. Ja, snap je man. Deze wel echt lekker, joh. Als je net in je leven raakt, dan zakken ze vaak in, dan lopen ze eigenlijk in de stuk. Ja, ja. Dan is eigenlijk, boom. Deed hij vroeger super vaak op, zwaar gevonden, zo, boom, bang, dan die er gewoon van heen. Klopt. 9 van 10 keer zit hij wel erop. Dus als je switch, boom, zit ook bijna echt op. Vaak wel. Ja. Dat is wel lekker, verzwaren met die body, boom, bam. En gelijk even omhoog doorstoten. Even kop die kant op. Klopt. Even door. Kijk dames en heren, we zijn er weer klaar voor. We gaan lekker door. We krijgen nog even een mooie combinatie. Gaan we goed staan. Handen hoog. We krijgen een linkerhoek, rechteropstoot, linkerhoek. Hoek op hoek. Nou, best wel bezig. Die gaan we gelijk uitbreiden. Let op. Belangrijk is wel links een klein stukje terug voor een linkerhoek. Elleboog op één lijn met je vuist. Trek links terug voor een rechtse opstoot. Zie je mijn benen? Gooi die rug er een beetje achteraan. Dus niet alleen maar dit. Dit hebben. Nu staat links ook weer goed achter voor weer een linkerhoek. Rechte knie, linker body shot, switch, linker trap op de lever eroverheen. Dus waar je die stoot hebt gemaakt, naar die hoek op hoek. Knie, hup, boom, body shot. Precies daar, daar gooi je ook die switch, trap op de lever. Dus vaak als je zo'n body shot net even raakt, pok zit hij er even op, gaan ze toch wel vaak dit doen. Maar als je dan even zo'n zware schop erop gooit, dan die elleboogpunt die gaat er wel een beetje in, dan heb je al succes. Dus hoek op hoek. Knie. Maar let op, als ik die rechter knie geef, staat mijn linkerkant achter, toch? Dus wanneer ik rechts neerzet, boom, kan ik meteen links erin draaien. Meteen weer switch, trap links op het lichaam. Ja, perfect. Dus je hoek op hoek. Knie. Bodies op het links. Trap met links op het lichaam. De leverstoot, levertrap. Gaat het worden jongens. Handen op. Doen we 15 stuks. En ik doe even zo, kun je hem van achter goed mee, als je niet zeker weet. 1. Hoek op hoek. Knie, body shot, switch, trap. 2. Knie, 1. En weer handen hoog. 3. Hoek op hoek. Knieën, body shot, switch, trap. 4. Netjes hoor. 6. Hoek op hoek. Knieën in body shot switch. Linker trap lichaam. 7. 8. Haal die handen hoog. 9. 10. Nog 5 te gaan jongens. 11. Hoek op hoek. Knie. Body shot links. Switch link trap. 12. 13. 14. En de laatste. 15. En rust, goed zo. Gaan we eventjes 2 minuutjes vrij kickboksen. Mijn tempo druk je 2 kicks op. That's it. We gaan beginnen over 3, 2, 1. Kom maar, lekker vrij kickboksen. Maar wel technisch jongens. En probeer een beetje de combinaties van net lekker erin te verwerken. 1, 2 push-ups. Wat ook belangrijk is, ga gewoon lekker door tijdens ik aan het praten ben. Dus afzoek blokken. Doe alsof je een low kick krijgt. Pap, blok even je low kick. Of andere been. Die blok je alsof je je kruis beschermt. Als je binnenkant low kick krijgt, doe je dit. Pok. Of blok een keer een trap. Boom. Een counter gelijk. Pat. 2. 2 push-ups.
Dus als iemand aan jouw linkerkant trapt, blok je hem hier vandaan hoog met je rechterhand erbij. Links en achter counter met een linkerhoek. Blok je aan je rechterkant, rechts hoog, links erbij, counter met een rechtse cross. 3. En gewoon lekker het boksen, kickboksen, lekker blijven doen. Als we dat goed hebben, lekker zijn handen hoog, veel bewegen, bloktop. Als je thuis de ruimte hebt, slip weg, draai weg. Dus blijf niet op één plekje staan. Hey, draai je de andere kant op. Heb je een spiegel helemaal top, kun je jezelf nog zien en corrigeren. 4. 2 push-ups. Mooi. 30 seconden nog, jongens. Hartstikke lekker bezig. Klasse hoor. Goed blijven ademen ook. Hey, laatste 2 push-ups. Nu nog 20 seconden. Klein beetje gas geven, jongens. Denk aan iets minder technisch. Gewoon even lekker knallen. Laat jezelf even gaan. Werken, werken, werken. Is goed, is goed, is goed. Ja, maar ik heb nog 10 seconden nog. 3, 2, 1. Liggen op de grond. Crunches. 1 minuutje crunches na 1 minuutje sit-ups. Tijd loopt. Kop stukjes op en weer terug. Op en neus in, mond uit. Druk goed je onderrug in de mat. En je schouders komen van de grond af. Goed hoor. Altijd lekker om even wat buikspieren tussendoor te pakken. Het geeft je lichaam toch weer een beetje rust. Je kan eventjes weer op adem komen. En het is gewoon belangrijk om een sterke core te hebben. Nog 20 seconden, dan gaan we sit-ups maken. Sit-ups, kom je helemaal omhoog. Dan blijf je voeten zo plat op de grond zoals het maar kan. En lukt het niet, is het te zwaar, dan kun je je armen mee gebruiken. 3, 2, 1 en go! Of je maakt sit-ups dat je handen zo dicht mogelijk bij elkaar zijn, een beetje verzuurd. Dus gebruik je handen een klein beetje om jezelf omhoog te gooien, indien nodig. Dan gooi je dus je handen hier naartoe naar achteren. En dan als je omhoog komt, gooi je ook je handen omhoog. En dan ga je zo weer terug. En zo kun je een beetje oefenen. Hou je handen bij het hoofd, dan is hij een stuk zwaarder. Neus in en blaas je omhoog. Neus naar beneden. Nog 30 seconden. Twintig seconden te gaan. Drie, twee, één, nul. Netjes jongens, kom lekker staan. Oké, gaat goed. Gaan we even 30 om 30 seconden frontkicks maken. 30 seconden lang, alleen maar linkse uphouse. Met hupje gaat het hupje niet meer omdat je te bang bent dat je je kuit te veel belast. Kun je gewoon zo maken. Zonder hupje. 30 seconden links, 30 seconden rest. Met frontkicks knie optrekken, prikken. Daarna krijgen we 30 seconden ronde trappen op het lichaam. Die komen we steeds van achteren. Boom, eerst je knie wegsturen, dan volgen. 30 links en 30 rechts. Yes? Goed. 2 minuten even knallen jongens. Nogmaals, hij is belastend voor de kuiten. Je kan ze altijd even rekken. Je voet op de grond houden. Deze hak naar de grond, deze knie naar de grond te duwen. Voel je stretch op je kuitspier. Klaar voor? Gaan we beginnen in 5, 4, 3, 2, 1. Links afhouden, go. Hou je handen hoog. Goed voor je kuitspier, lekker voor je conditie. Core pak je goed mee. Moet je maar eens een keer je handen op je buikspieren houden. Dan voel je hoe erg ze aangespannen eigenlijk. Dat heb je vaak niet eens zo door. Maar met trappen is even de beste, ja, beste workout zonder heel veel belasting voor je schuine en rechte buikspieren, jongens. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wisselbeen. Haal goed je handen hoog. Lekker hoor, op de helft al.
20 seconden. Nu ronde trap lichaam, let's go! Pak je nog meer die core mee. Voel maar je schuine buikspieren. Steeds draaien, even achterschoppen jongens, aanval. 15 seconden. Lekker. Laatste 10. Beetje brandende kuiten. En dan voor wissel, go! Dat is een opluchting, hè? Tot die laatste. En rust. Oeh, lekker hoor. Even 30 seconden op aankomen. Neus in. Mond uit. We gaan doen een rondje van 3 minuten. Vrij kickboksen. Knallen. Maar als ik zeg 1, maak je rechts direct de linkerhoek. Rechter low kick. 2. Makkelijk onthouden. Switch. Dubbele trap. En 3. Is een burpee. Yes? That's it, jongens. Let's go! Kickboksen. Handen hoog. 1. Stoot hoek. Low kick. Zo, ja. Draai je eigen as heen. 2. Dubbele trap links. Nog een keer. 2. En 3. Eén. Stoot hoek. Low kick. 1. Stoot hoek. Low kick. Lekker. 2. Dubbel links. Zin. Mond uit. Pak even snel een slokje drinken als je wilt. Oké.
jongens. Hey, lekker getraind iedereen, klasse. Een beetje rekstrekken is ook belangrijk. Ga even rustig liggen eerst. Eerst even het lichaam te rust gooien. Maak je even helemaal lang. Neus in, hou je aan heel vast, dan blaas je rustig uit. Even voor jezelf, 30 seconden. Controleer je ademhaling, laat die hartslag omlaag gaan. Rustig je ogen open. Pakken we eventjes de rechterknie. Trek die zo ver mogelijk naar de borst toe. En een hele korte rondje draaien met de heup linksom en ook rechtsom. Rust een beetje af voor jezelf. Gooi even je rechterbeen over je linkerheen. Linkerhand buitenkant van je been pakken. Kijk naar rechts. Trek hem rustig naar de grond toe. Andere been naar de borst trekken. Korte rondjes met de heup. Gooi je rechterhand even op de buitenkant van je been. We kijken naar links en dan gaat je been naar de zijkant. En rustig, pak even allebei de knieën. Draai de rondjes op de onderrug. Goed even op de grond, schud ze even rustig los. En dan even van links naar rechts wiegen, met je armen lang gestrekt. En rek je nog even één keer helemaal uit, neus in. En als je uitblaast, kom je omhoog zitten. Vaak als je lekker hebt getraind, ja toch? En je gaat op de grond liggen, moet je niet te snel omhoog staan, want dan kun je nog een beetje duizelig worden. Dus neem even rustig die tijd ervoor. Dames en heren, ik wil jullie bedanken. Ik vond het leuk gaan. Had ook top gedaan. Ik hoop dat jullie naar zin hebben gehad en tot de volgende keer weer. Tot snel.